inhoudelijk en schuldig naar vinden. Dank u wel. Meneer Chittenland moet uitzenden. Meneer Gerritsen, dit is voor uw tweede begroting, dus u wist eigenlijk wat u te wachten stond. Ja, uiteraard. Een begrotingsbehandeling is natuurlijk een van de twee belangrijkste onderdelen van het jaar waarin de gemeenteraad werkt. In juni de perspectiefnota, waarin we een aantal jaren vooruitblikken. En in november de begroting van het volgende jaar. En ja, dan komen alle 14 fracties aan bod. En ja, dat is een heel nuttig moment, zo'n vergadering. Maar doordat het zoveel fracties zijn, duurt het ook lang. Ja, het is een hele zit. Gelukkig zijn er regelmatig schorsingen. Dus daar kun je even op adem komen. Ja. Maar hoe vindt u dat het nu loopt? Nou, tot dusver, wat je in zo'n vergadering ziet, is dat partijen ook, zeker omdat er volgend jaar verkiezingen zijn, toch een beetje de messen beginnen te scherpen. En wat stelliger zijn over de dingen die ze wel of niet willen, hè, met de gemeentelijke begroting. Ondanks dat, en zo ken ik de Raad van Almelo ook, de samenwerking is goed en gezond en plezierig. En als je zo'n samenwerking hebt, dan kun je ook tegen een stootje af en toe. En dat hoort er ook een beetje bij het raadswerk. Dus we krijgen geen toestanden dat er wethouders weg moeten of zoiets? Nou, we zitten nu vlak bij de ontknoping van de begrotingsbehandeling. En mijn indruk is dat het college wat vanmorgen is aangetreden in deze zaal ook weer deze zaal gaat verlaten. Ja. Als college van Almelo, ja. En als je iets gaat openen, dan is het altijd de bedoeling dat je dan ook een wens uitspreekt. Of meer wensen misschien. En ik wens jullie en al de kinderen die daarna jullie nog op deze school komen, wens ik heel veel plezierige en veilige uren spelen op de speeltuin. Abel neemt Emma stevig bij de hand. En zij lopen zo meteen door het schoolplein. Er komen ook nog lijnen op het schoolplein. Een lijn om aan te geven waar je kunt basketballen. En er komen ook twee trefbalveldjes, zodat je niet meer zou vervaarlijk onder het afdakje moet gaan met trefbal. En waarom ben jij vandaag gekozen om de opening van het schoolplein te doen? Omdat ik gisteren jarig was. Hoe oud ben jij geworden? 11. Jij hebt ook een paar vriendinnetjes uitgezocht om bij jou te staan, hè? Wie zijn dat? Chelsea en Tessa. Ja. Wat vind jij van de Montessori school? Ja, wel leuk. Ja. En bevalt jou het schoolplein ook een beetje? Jawel, ja, wel. Wat vind jij het leukste aan het schoolplein? Een nieuw speelhuisje. Het nieuwe speelhuisje. En wat is er zo bijzonder aan dat speelhuisje? Ja, weet ik eigenlijk niet. Je vroeg dat hij gewoon nieuw is. Hij is vervangen. Nou, jullie mogen nog even het schoolplein op. Wat is er morgen? Omdat ik was jarig bijna. Ja, hé, je bent bijna jarig. En hoe oud word jij dan? 5. Zo, en weet je al wat voor een cadeautjes jij gaat krijgen? 6. En 6 cadeautjes? Oh, dat is nog een verrassing dus. En wat vind jij nou het mooiste op dit grote schoolplein? Het huisje. Het speelhuisje, ja? En jij dan, zusje Eline, hoe vind jij deze school? Net zoals mijn broertje. Jullie hebben vandaag feest. En waarom is hier vandaag feest?
Omdat het nieuwe schoolplein na de verbouwing is geopend. En hoe vind je, dat? Superleuk. Wat vind jij het allerleukst hier? De basketbalpaaltje. Ja? En wat vind jij het leukst? De schommel en het klimrek. Hartstikke mooi, hè? Vertel eens, hoe gaat het met de doorontwikkeling van de organisatie? Ja, dat is een hele mond vol, hè? Nou, daar hebben we het vanmorgen over. Het college heeft ons een plan voorgelegd als gemeenteraad. En we hebben de afgelopen uur besproken wat we daarvan vonden. Partij van de Arbeid, zal ik even worden wat wij ervan vinden. We vinden het goed om te gaan werken aan het herstel van vertrouwen. Dat is wat het college ook wil en daar zijn we het helemaal mee eens. Natuurlijk moeten we daaraan werken. Maar we hebben wel gezegd, van we weten niet of dit plan daarvoor nou de oplossing is. Want als je het hebt over het herstel van vertrouwen, dan heb ik er zelf heel veel moeite mee dat we best wel veel gemeenschapsgeld gaan uitgeven aan onze ambtelijke organisatie. Dat vind ik lastig. Bovendien vinden wij dat we als gemeenteraad pas op een heel laat moment zijn ingesigned hierover. Ik had liever gehad dat de burgemeester ons al eens eerder had gezegd van joh, ik zie hier dingen en daar zou ik graag wat aan willen veranderen. En denk eens mee, raad, dat gebeurt niet. We worden geconfronteerd met een voorstel om ongeveer 7 ton uit te geven dit jaar. Maar het is al november. Dus ik vraag me ook af hoe ze dat gaan doen in de komende 2 maanden. Of dat ze misschien eigenlijk al lang geld hebben uitgegeven en dat ze het hier voor de vorm nog even bij ons komen aftikken. En dat zijn wel dingen waar we als Partij van de Arbeid heel veel moeite mee hebben. Dus herstel van vertrouwen, ja. Maar dit voorstel ben ik nog niet van overtuigd. Maar als er 4,5 miljoen nodig is om het vertrouwen te herstellen, is dat eigenlijk dan geen bekentenis dat het eigenlijk niet goed is gegaan? Ja, dat zeker. Maar dat is ook gewoon zo. Er is laatst onderzoek gedaan en het vertrouwen in het gemeentebestuur is heel erg laag. Nou ja, dat is iets wat ik me als raadslid aanreken. Ik denk iedereen die betrokken is bij deze organisatie voelt zich daar heel vervelend onder. Dat is gewoon niet oké om zo'n rapportcijfer te krijgen. En daar wil ik echt wel heel graag wat aan doen. Maar de vraag is, hoe ga je dat goed doen? En als ik dan kijk inderdaad van 4,5 miljoen gemeenschapsgeld over de komende 3 jaar... in de ambtelijke organisatie stoppen. Ik denk niet dat dat gaat helpen. Ik denk dat we andere dingen moeten gaan doen. Dat we een andere manier van werken moeten zoeken. Dat we een andere manier van benaderen van mensen. Tuurlijk zit er ook wat kosten aan. Maar ik denk dat het goedkoper kan. Dan duurt het misschien wat langer. Maar dat is dan maar zo. Maar ik denk dat we dan uiteindelijk beter wegkomen. Nee, maar daarom zou dat een tussenoplossing kunnen zijn. Het maakt het zo. Omlo heeft zijn pop-up etalage. Het is de bedoeling dat streekproducenten zichzelf daar letterlijk op de kaart zetten. Hun producten zijn te koop in de pop-up etalage, maar de klanten worden ook doorverwezen naar waar de producten bij de producenten zelf te koop zijn. En af en toe kom ik wel eens op stadhuis voor wat ideeën voor de wisseltuin. Dat is een project die we vorig jaar gestart zijn samen met het Erasmus en het ROC van Twente. We hebben een aantal moestuinen ingericht en dat liep best lekker, die samenwerking. En toen zei de gemeente Almelo, het hoofd van Maarten Visser en Paul Reinering van goh, Erik, willen dat meer zichtbaar maken, hoe kunnen we dat dan doen? En toen had ik mijn mond weer zo snel voorbij. Ik zei, maar er moet eigenlijk een etalage hebben dat mensen, dat net zoals vroeger het ging, in de 15e eeuw gingen eten de stad in van de producenten. En de stront werd letterlijk de muren naar buiten gegooid. Daar werden akkers mee bevrucht en bemest. En daar, de opbrengst daarvan kwam weer de stad in. Maar dat zie je nu alleen maar met een markt. En iedereen loopt snel over die markt heen, haalt een bloemetje, haalt dit. Maar echt een plek waar je kunt kijken, waar je wat kunt kletsen, waar je wat kunt proeven. Waar je iets kunt zien, iets meer informatie krijgt. Ook kunt zeggen, hé, waar zitten die producenten nou? Dat was er niet. Maar we willen dat ook letterlijk laten zien. Paul Reimerink, gemeenteambtenaar, mocht met een wuft gebaar de smaakkaart van Almelo en omgeving onthullen. Annette Velde is een van de streekproducenten in de pop-up etalage. Wij leveren ons Twentse blauwe. Wij houden de hennen en de hanen. En de eieren van broeden wij zelf uit en die kip groeit bij ons op. Dat betekent dat we in de keten alle schakels op ons bedrijf houden. En dat zijn dus 4 bedrijven eigenlijk in Nederland. Een opfokbedrijf, vermeerderingsbedrijf, broederij en een pluimveebedrijf. En dat leidt voor ons dat we geen insleep hebben van andere bedrijven. Het leidt ook voor ons dat we daardoor kunnen werken met gezonde kippen. En dat we geen antibiotica hoeven te gebruiken. En we gebruiken daarvoor een ander ras, een Twentse blauwe. En als je die
Dat is een donkere kip en als je die slacht, dan zijn er stappeltjes op het vel, zodat je dat ook echt daadwerkelijk kunt zien dat je onze kip eet. Wat ik zojuist bekend heb gemaakt is dat wij gisteren kennis hebben genomen van een openbaar besluit in de gemeente Berkelland met het voornemen om in ieder geval te spreken over het overnemen van de aandelen van de gemeente Almelo in Twents. Ik denk dat daarmee een belangrijk signaal uitgaat vanuit Berkelland richting Almelo, maar natuurlijk ook de andere aandeelhouders van Twents. Er wordt veel over gesproken. Almelo heeft kenbaar gemaakt als aandeelhouder uit Twents te willen treden om onze aandelen te gelden te maken. Wij vinden in Almelo en ook de VVD-fractie dat we zelf invulling kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen, aan de indicatoren om die te bereiken, terajoule, CO2-besparing. Wij zijn van mening dat we dat zelf wellicht beter kunnen doen, ook met de opbrengsten van onze aandelen in Twents. Daarnaast biedt de opbrengst echt financiële ruimte, substantiële ruimte om de armslag van Almelo weer te verbreden. En uit de situatie te komen waar we nu al jaren in zitten. Dus wij waren erg blij met het signaal vanuit Berkelland. En het ziet er naar uit dat daar nu over gesproken kan gaan worden om het belang van Almelo te verkopen aan een andere gemeente. Nee, zeker niet. Nee hoor. Nee, er is een voorgenomen besluit, een openbaar besluit mag ik zeggen, vanuit Berkelland. Waarbij nu bekend is geworden dat zij willen spreken over het overnemen van de aandelen van de gemeente Almelo. Oké. Kunt u ook zeggen om wat voor bedrag het gaat? Nee, er valt niets over te zeggen. Het enige wat ik weet is dat ons belang om en nabij 11% even uit mijn hoofd is. Ja. En er is wel eens wat geroepen over de marktwaarde van Twents. Ik doe daar nu geen uitspraken over. Dat zou echt moeten worden onderworpen aan een goede waardering van Twents. Daar liggen ook allerlei stukken voor. Daar is de raad ook vertrouwelijk over geïnformeerd. En u zult begrijpen dat ik daar niks over kan zeggen. Nee, maar als het zo is dat de aandelen werkelijk verkocht gaan worden, dan is... Op wie moeten we stemmen in maart 2018? Dan zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaartoe was er dinsdagavond een bijeenkomst voor bestaande partijen en ook voor nieuwe deelnemers aan de verkiezingen. Tijdens deze avond werden alle belangrijke onderwerpen besproken op basis waarvan de stemmers hun keuze kunnen bepalen bij de verkiezingen. Wat is belangrijk? Hoe gaat de gemeente het geld uitgeven? Wat willen de partijen op het gebied van milieu, cultuur of sport? Daarvoor werden de belangrijkste vragen behandeld en die komen in het kieskompas. De partijen geven aan wat zij het belangrijkst vinden en hoe ze over verschillende onderwerpen denken. Het kieskompas wordt enkele weken voor de verkiezingen openbaar gemaakt om kiezers een stemadvies te geven op basis van wat zij willen. Een veelomvattende expositie met de titel Winkelen in Almelo is tot en met 6 januari te zien in het Stadsmuseum. Donderdag was de opening. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort! De officiële stadsomroepen van de gemeente Almelo en nu sinds kort ambassadeur voor het Stadsmuseum is heel even aan het woord. Hierbij doe ik u heden, den 26 oktober 2017, konde van een heugelijke gebeurtenis in deze stonde. De opening van de expositie Winkelen in Almelo. Eigenlijk is dit een tentoonstelling die u in de geschiedenis zelf hebt meegemaakt, hè? Ja, inderdaad. Ik ben zelf natuurlijk ook altijd ondernemer geweest en nog enigszins. Maar ja, wat er door de jaren heen gebeurd is dat, en wat hier getoond wordt, dat is mij allemaal bekend. Wij zaten aan de Bordenstraat. Een installatiebedrijf en smederijconstructiebedrijf. Deze tentoonstelling, hoe kwam die eigenlijk tot stand?
Die kwam tot stand omdat wij in onze collectie een ongelooflijke voorraad van relatiegeschenken hebben. Ik dacht, daar moeten we iets mee doen. Maar alleen relatiegeschenken is gewoon saai. Dus toen hebben we dat al pratend, kom je dan op het idee, nou, middenstand in Almelo. Maar ja, wat dan? Dat is ook niet leuk. Winkelen in Almelo, dat is wel leuk. En dan ga je denken van, nou, niet de horeca, je moet je beperken. En dat was eigenlijk het allermoeilijkste. Wat doen we wel en wat doen we niet? En dan heb je bepaalde winkels genomen, maar die zijn ook maar als voorbeeld. Dus het is niet om anderen uit te sluiten, maar we hebben gewoon een keuze moeten maken voor bepaalde winkels die hier dan ook een deel van een vitrine zelf hebben mogen inrichten. Het is ook erg actueel eigenlijk, hè? De binnenstad, hè? En dan nu de etalages van vroeger. Ja, dat klopt. Etalages van vroeger, met name die uit de Grote Straat. Die foto's komen uit de collectie van Peter Leeuwen. En onze medewerker René de Kok is in de Grote Straat gaan fotograferen naar leegstaande panden. En toen hebben we die een beetje achter elkaar gezet. Van sommige panden staan leeg en hoe mooi die gevels vroeger eigenlijk waren. Want die zijn in de jaren 60 eigenlijk al een beetje, ja, onder de toen heersende mode toch. Ja, ik vind het gewoon verknald, maar ik noem het maar zo. Maar het is, we hebben niet de nadruk willen leggen op die leegstand, want er is een heleboel nieuw elan. Zoals bijvoorbeeld de bloemenwinkel aan het kolkje. Die geweldig dat hele kolkje daar heeft opgeknapt. De Rode Molen aan het Schokland. En dus, zo zijn er nog veel meer. In de Doelenstraathoek, Modestraat, Stolenstudio, Willemina en Jules. Die dan ook allemaal hier hebben ingericht. Die op eigenlijk toch wel soms onverwachte plekken deze binnenstad een nieuw elan geven. De Marskramer is een beeld van Jits Bakker uit 1981. Zijn bronzen beelden blaken van levenslust, beweging en uitbundigheid.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.